Goedemiddag, goede avond, goedemorgen. Ik ervan van dat je het kijkt of hoort. Ik ben Andy Sema, het is het EK-show. Ik uh, doe het natuurlijk niet alleen. Ik ben samen hier met Freddy, ik.k. rare guy vandaag. Ik ben hier met natuurlijk de vaste co-host Sarah Bakar. En als guest hebben we een speciaal persoon vandaag. Dat is namelijk Miriam Toloba. Hallo. Hallo. Alles goed met jou? Ja, met jou. ja goed, goed, goed. Bedankt om te komen. Dat is graag gedaan. En uh, ik denk, uh, we gaan er direct in vliegen. Jullie kennen me geen papa. Halve finale is net voorbij. We kennen de twee finalisten, uh, Engeland en Duitsland. Um, ja, voordat we daarover gaan praten, misschien even uh, naar de, de twee wedstrijden herbezien. En Engeland-Zweden, je op een 4-0. Ik denk dat, dat niemand echt het verwecht ofzo. Want je zou denken, Zweden nummer 2 van de wereld. zou toch wel een, een zware wedstrijd worden. Maar is de uitscore eigenlijk een beetje het beeld van de wedstrijd, Sarah? Ja. Ja, zeker als je kijkt naar de goals van uh, die Engeland scoort. Um, als ik dan heel specifiek mag gaan. Een vernedering voor, uh, voor Zweden, de Zweedse keeper. Uh, het hakje. Denk ik wel dat, 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 dat als je ziet hoe, hoe Zweden verdedigde in die wedstrijd. Dat 4-0 uh, ja, misschien wel terecht is. Ook al verwachten we dat niet. Hmm. Ja, ik denk ook gewoon. Allee, je, zag, je zag eerst een, een fel opgezet Zweden. Na een paar seconden zei je al direct een doelkans. Maar dan. ja ik, ik denk zo, als zij hun, bij die eerste kansen die ze hebben gehad, als zij die scoren, dat de match er misschien helemaal anders uitziet. Maar goed, uh, is niet gebeurd. En dan zie je ze echt gewoon afzwakken en, en zie je Engeland die, die wakker wordt en, en eigenlijk begint op te zetten. En ja, ik denk ook gewoon dat het, dat het heeft geholpen dat er zoveel thuis aanhang was. Ja, ze spelen thuis heel veel volk en ze worden echt gepusht. En ja, ze hebben het eigenlijk wel goed gedaan. En, en ik denk dat ze ook terecht in de finale staan. Dat dat kapitaal is, zodat het thuisvoordeel. Ja. ja, ik denk echt wel dat hij, dat hij echt meespeelt. Ja, ik denk dat je dat ook, bijvoorbeeld in 2019 zag bij Nederland. En misschien is dat nu ook weer dat dat de finale zal zijn, um, dat Engeland echt voelt dat die supporters er zijn. En, uh, en ik denk ook gewoon omdat het in Engeland is, en je hebt een Engelse finalist, dat er echt uh, massaal veel mensen aankomen. Dus ja, ik denk dat er, dat, dat zeker wel ondersteund wordt voor Engeland. Ja, want... ja, je bent zelf voetballer geweest. Al. Dus als je een stadium speelt, echt heel veel, heel veel mensen, en die, die roepen, ah, Dat geeft je gewoon een extra kick, <laughs> toch? <laughs> dat is toch zo? Dat geeft een extra kick, dat, dat geeft gewoon zin om, om meer te willen doen. Dat is precies, je vindt zo boven natuurlijke krachten die, die je anders denkt van niet te hebben, of zo ik bedoeld. Gewoon die adrenaline. Voilà, die adrenaline, je, je wilt er gewoon voor gaan. En... Bovennatuurlijke krachten, dat is iets anders, maar oh, iets ja, op nee, nee, zeker. Uh, misschien een vraag naar jou toe, Mariam. Heb jij dat ook zo tegenwoordig van. Je bent veel voetballers, als ik ermee praat, zeggen van eigenlijk dat boeit niet. Of ik nu thuis of uitspeel, ik doe gewoon mijn ding. Heb je ook zoiets of heb je echt wel zoiets van Nee, thuis? Dat geeft me wel die extra kick. Het feit is, als je thuis speelt, dan weet jij, er zijn veel mensen die voor je ploeg komen kijken, maar uiteindelijk, jij focus op, op je match. Dus het is wel leuk dat er supporters zijn. En dan ze voor u komen te supporteren, maar uiteindelijk doe je het nog altijd op het veld. Dus op zich maakt het voor mij ook niet echt uit. En je voelt geen extra druk dan, want dat zou je toch wel denken? Nee, ik, heb nee? Nooit echt, ik voel me nooit echt druk of zo. Ik blijf altijd gewoon mezelf en ik speel mijn spel. Sterk, 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 sterk. Ik denk ook na die eerste goal dat Engeland maakt, dat zij nog meer um, krachten uithalen. Want je ziet dat echt wel na die eerste goal, um, dat zij ook met kansen komen. En dan komen die drie andere doelpunten er ook nog bij. Mm -hmm. Ja, nee, ik, ik ben vooral teleurgesteld in het EK van, van Zweden eigenlijk. Omdat ik zoiets heb van. Ervoor hebben ze vol een bekwistrijden gewonnen. Ik weet nog, ze hebben, ik denk, de Georgië 15-0 of 18-0 of zo gegeven. Ze gaven, gaven klap aan iedereen. Ze hebben echt pap, pap, pap. En, die wilden misschien twee of drie keer gelijk in hun laatste 20 wedstrijden. Er is alles geklapt. En dan kom je op een EK, denkend van, ah, mooi, nummer twee. We gaan piet, we gaan iedereen gewoon kapot maken. En dan, déjà, groepsfases. Snap hm? je? En dan daarna, die wist het gewoon niet proper. Terwijl ik, ik weet nog in het begin, ik zei van top 5 landen die hoort daarbij. Maar oké, okay, laatste vier hè, natuurlijk. Maar de manier waarop is gewoon. Je we moet wel weten, het is nog altijd Engeland. Ook gewoon, ze hebben een supergoeie coach. Dat wel. Ja. In ah. Nederland heeft ze alles bewezen. Ze heeft prijzen gepakt. En uiteindelijk, ja, Zweden heeft de keeper wel een beetje ongelukkig. Bij die derde, vierde goal, oh. ik weet niet. Ja, de derde de er goal. Dat trap komt. En... Ah, de, de, ja, ja. Ja, de laatste, was het de laatste goal? Ja, ik denk derde of vierde, dat is ja. allemaal zo En de hakken ook ongelukkig, zeg maar, een mm -hmm. beetje. Maar je moet weten, het is Engeland. Met die ploeg zijn je klaar. Nee, zeker. Maar je hebt een, een belangrijk ding gezegd. Je, je sprak over de coach. Ik denk dat je er ook over bezig was. Ja, ja. Uh, voor ja, voor de episode begonnen. En ik heb wel gezien, dat is zo doorgaans het toernooi, hoe, hoe meer ze voortgaan dat die band tussen coach en, en, en ploeg echt zo heel hecht is geworden. Je zegt het ook zo, nou die 4-0-wedstrijd was voorbij, echt zo in ieders armen en zo. Terwijl, ik weet dat je helemaal aan het begin zegt, ik, ik vind dat zo'n beetje raar, dat is. dat is precies heel afstandelijk of zo. Mm -hmm. Maar ik denk dat zij zo meer is gezegd van, kijk, dames, eerste groepsfase is zakelijk. om te gewoon, snap al die, die drie punten, negen punten, en dan, vanaf die knock fase kunnen we feesten. Nee, maar ik denk echt, alleen, als je dat ziet naar Nederland... Uh, enkele jaren geleden. En dan nu ook weer met Engeland, dat zij zo'n prestatie neerzet, dat dat echt die band met spelers, dat dat een grote indruk maakt, dat dat een groot effect heeft. Ik weet niet of dat bij jou ook, bij jou ook zo is, bij ja, Anderlecht, ja, als je dat als het, een goede als band hebt. klikt met de coach, niet persoonlijk, gewoon voor jezelf, want dan klinkt het alsof hij een kontelikker bent. Dus totaal <laughs> niet Allee, heb er bij die zo zijn, maar bij mij. Nee, ik snap het. Ik snap. Dat hoeft niet, maar als jij een goede kan... band met de coach hebt, dan speel je als team gewoon algemeen al beter. Mm -hmm. En dus, ik vind dat wel ook iets gewoon belangrijk. Dus, Am een, coach kan eigenlijk echt wel... een coach kan eigenlijk wel veel doen. Mm -hmm. ja. Ambities om coach te worden? Ik ja. Wie weet. Moet zo, wie weet. Ja, wie weet, eens focussen op mijn eigen voetbal. En dan <laughs> we zien wel. <laughs> ik ben nog jong. <laughs> ah, dat kan. Dat. Misschien word jij nu misschien zo de U6 of U9 of zoiets. Geen zo. tijd. Geen tijd. Dat is op business. Jullie moeten ook zo worden, Zoals, het is gewoon business. Er is geen tijd. Dus we overgaan naar de tweede wedstrijd? Natuurlijk naar de mediocre Frankrijk en mijn Duitsland, die manschaft. Ik heb jullie gezegd, ze gaan de finale halen. Al die mensen die mij hebben gediemd, jullie pas al op. Ik heb jullie gezegd, ik ik mijn 55 euro ongeveer, dat je mij moet storten, zonder maal. Maar uh, ik ga deze even overgeven aan Sarah. Huh? Want je hebt zo'n grote mot over je Frankrijk. Ja, ik denk, je mocht er van alles over zeggen. Anu het woord. Nee, ja, ik was een beetje teleurgesteld in, uh, in de grote Cascarino dat ik uh, over sprak. Uh, maar op zich vond ik het wel nog een leuke wedstrijd om te kijken. Ik bedoel, er zat in, um, Het was 1-1. En dan uiteindelijk in de 70 minuut, de 80ste minuut ertussen, die 2-1. Uh, nee, ja, het is jammer. Ik vind het jammer. Ik, ik vond het eigenlijk een match. Voor het eerst denk ik op TTK heb ik een match gezien waar twee ploegen er echt vol voor gingen. Maar dan heb ik het echt over zo, we gaan duels aan, we zijn van niemand bang, snap je wat ik bedoel? We gaan er vol 100%. En ik, ik, ik vond ook dat je bij Frankrijk zo te veel het individualisme had. Je ik speel voor mezelf en niet voor de ploeg, snap je? En dat vond ik wel jammer, want met het potentieel dat Frankrijk toch al heeft, zou je toch veel meer moeten uithalen dan wat ze eigenlijk gisteren hebben gepresteerd. Um, en dan van Duitsland, ik moet wel zeggen, ik was in shock. Die speelsers zijn echt snel ook vooraan. En uh, ja, die spits, die uh, pop, pop... Pop, MVP. Pop. MVP, MVP Zij, zo ja. Zij is een speelser, bro. Smok. Je zegt, bij die actie daar met die voorzet, en ik zie haar zo buitkantje voet, met een tikke, zo stagard. Ik dacht, eh Nee, wat Ik zei... Dat een mooie, was een mooi doelpunt. En dan, ja, Frankrijk... Um, Zoals ik zei, individualisme, dat je zo, soms, ik begrijp je wat voor je eigen eer gaat en zo, maar soms is die 45 echt wel belangrijk, man. Geef hem opzij, laat die andere... Ik denk ook gewoon dat is de Franse mentaliteit. Ja? Merci. Dat is echt de Franse is... mentaliteit. C'est la street. Dan zeg ik la street. Dan zeg ik la street à tout géché. Nee, nee, nee. nee, nee niet. Ja, 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 je ja, bent een ja, jongen. je ja, bent Ik liedjes hier in deze shop. Nee, maar zo. Jullie zeggen la street, la street à tout gâcher want uiteindelijk ben je nieuw, je Waar je moet zijn toch of niet? Dus met andere woorden, je moet zeggen: Frankrijk heeft nooit iets gewonnen. Nee, maar dat is kijk, je verdraait mijn woorden weer in iets heel anders. Maar merci, merci, nee, is goed, is goed. je hebt dat goed gezegd. Nee, is goed, is goed. Je verdraait het weer, nee, maar ik denk, je hebt wel een punt. want dat is ook iets dat ik gisteren heb geschreven op Twitter. of ik zei, van... eigenlijk is dit Frankrijk technisch te goed om te verliezen, echt gewoon puur technisch, puur individuele kwaliteit, zelfs gewoon eigenlijk. Heel dat samenhang is te goed om te verliezen. Van Duitsland. Maar. Het ding dat gewoon mankeert. Voor mij. En dat is ook zo is dat ik zei in het begin niet zo. Van, dat teamgeest voelde ik totaal niet. Weet je wat ik trouwens ook vind? Ze, hebben, ze hadden. Ze miste gewicht vooraan. Ik denk dat die. Dat de Spits-Katoto echt werd gemist. Ja. Tuurlijk. Ja, ze werd echt Klopt. gemist. Want. Die, die andere heeft het niet slecht gedaan. Hè? Maar. Je mist. zo van Je miste een centrumspits. Voilà, je mist een echte spits, spits. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat hun een beetje de de, de, das, om, de das om heeft gevrengd. Dus, uh. Ja, maar sowieso het ding is ik vond ook gewoon de verdediging van Frankrijk niet. Dat is niet sterk. Mm -hmm. het is, posi allee, positioneel gewoon gezegd Duitsland het constant overtal. Dat nu verdedigend is aanvallend. Ze waren tussen zeven aanvallen, met zeven verdedigen. Frankrijk stond nergens. zei ja, oké, okay, gescoord, dan wel de 1-1. Mooi van Diani. Kan allemaal. Maar nog steeds, je hebt de bal, je hebt eigenlijk bijna niks aan het doen met de balcepten, Terwijl, ik denk dat we dat allemaal hebben gezien, dat ze niet veel debat hebben, maar als ze de bal hadden, was het gevaarlijk. Nee, dus maar nice. ik denk dat Duitsland gewoon heel slim speelt. Ik bedoel, ze hebben een, een, een verdediging die echt geen doelpunten slikt op één na. En, uh, en dan een, een, een aanval die heel efficiënt is. Dus ik denk als ze daarmee het toernooi halen, dan ja, is dat mooi, misschien. Maar uh, ja, ze zijn wel efficiënt en dan. Um, heb je bijvoorbeeld een Renaar die misschien qua positiespel inderdaad niet goed staat. We ja, zien de dat de terug goal. bij de bij ja. de goal, inderdaad. Maar ik weet niet, ik, ik vind wel van Duitsland, ik vind dat niet mooi als een ploeg zo de finale behaalt. Zorg, ik, ik wil voetbal zien, snap je wat Ik bedoel? Ik, ik wil zo counterploeg, zo zo ala Atletico. Dat, dat staat mij niet, dat soort speelstijl, snap ik, ik wil ik wil acties, ik wil ja, ik wil dat samenspel. Ik wil... Ja, ik, ik mist een beetje. alleen dat is, dat is... Ze hebben het goed gedaan. Hè. Ze hebben het, hun spel perfect uitgespeeld. Maar het is niet het soort voetbal dat ik krijg zie in de finale. Want dan... Ja, nee. Ik vind het gewoon niet oké. Okay. Maar proficiat aan Duitsland, dat moet ik wel zeggen. Weet je wat ze, wat ze dat in Spaans noemen, het voetbal van Duitsland? Zeg het eens. El realismo. Het is gewoon realistisch spelen, bro. We moet je zo gaan geven? Dat is voetbal. Nee, het gaat niet om pannes. Dat zeg ik helemaal niet. Het gaat om... Ja, oké, dat is leuk, He, snelle hebben, maar. maar wat? Ik snap wat hij bedoelt. Ja. Ah, je hebt het akkoord? Ik snap, nee, ik zeg niet dat ik akkoord ga, maar ik snap wat oh, je bedoelt. <laughs> Want nu, het is een EK dat je speelt en ik vind ook persoonlijk, like 1 tegen 1 situaties, acties, bijna niemand durft dat. Ah. Dat is waar. Die dat is altijd hup, lopen, bal soms erover shotten, over de goal. Dus ik heb zoiets van hij moet, zit een flank aanvaller, je moet die 1 tegen 1 actie durven maken. En ik snap hem daarin, dat gebeurt niet. Dus dan is dat zo wat saai voetbal. Ja. Ik zie ook graag wat meer technische dingen dan, dan gewoon te kijken en te zeggen van okay, gewoon een beetje ja. impulsief. Kijk, ik kan een serieuze vraag stellen: voor wat kies jij? Liever technische dingen zien of liever saai winnen? Je allebei. Oh, Je moet kiezen. <laughs> nee. ik, kan dat beter, ik kan dat beter stellen. Technisch goed, maar verliezen. saai en winnen. Sowieso bij EK moet je, moet, je, moet, je, moet je gewoon denken aan winnen. Voilà. Oké, okay, maar daar wil of niet afnemen dat je niets technisch kunt toen je man voorbij gaan. Ja, genre, Toen je kocht. Toen, toen dat je de. de wil dat je het hebt het waard is om daar te staan. Voila. En niet gewoon daar staan omdat je kunt lopen. Nou, nou. Kijk, ik denk dat we sowieso het beste Frankrijk in die match niet hebben gezien. Zeker vooraan, zeker in de verdediging. Maar wat ik denk, hebben wij het beste Frankrijk in het hele toernooi gezien? Eerste wedstrijd. Eerste match. Dat. Ja. Eerste match vond ik ze beste. Ja. Toen dacht ik van, wauw, Italië echt gewoon naar huis gestuurd. Dan tegen België like dat je zegt als die spits was uitgevallen sindsdien match dat ik zag van Frankrijk was niet meer goed. Dus ik had al zoiets van Duitsland gaat sowieso winnen. Ja. Ik wist dat Duitsland ging winnen. Frankrijk was een schimmel zichzelf. De realisme broer. Nee nee, dat is allemaal goed dat wel. Hè. Dus daarom hoop ik dat Engeland in die finale echt zo. Want ze hebben ook van die redelijk technisch vaardige speelsters. Dus ik hoop echt dat zij dan zij gaan tonen, dit is ballet. Snap je wat ik bedoel? Wij komen, we spelen thuis, we komen voor te winnen. Maar dan winnen, winnen. Snap je niet zo, we wachten, we wachten, we wachten, verdedigen. Ah, bal naar voren, en spelen. Zoen, zo ze lopen en dan actie, go. Bom. Nee, dat wil ik niet. Ik wil echt zo vanaf achteruit naar voor en we scoren. Snap je? Maak ja, ik ga eerlijk zijn, ik ben niet zo akkoord met jullie statement, maar ik wil gewoon winnen. Dan maakt niet uit of het een size of, of technisch. Misschien zet of... jij gewoon geen technische speler, misschien daarom. Dat ah, Maar sowieso niet. Ah, voilà, dat maar dat ik... 100%. Maar weet ja, maar als weet je een technische speler bent, dan goud jij van je moet het publiek een beetje blij maken, snap je? Je moet het oh, schonen. Ja, 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 ja. En niet gewoon die, uh, een bal geven en gaan lopen. En... Maar Ik snap het snap het ook. Ik, ik ben een grasmaaier. Ik, ik, ik ga sowieso ook winnen, maar ik vind ook, je moet af en toe keer enkels van je tegenstander durven breken. Ja. Oui. Daarvoor komen de mensen kijken niet gewoon van lopen en dan moet je gewoon atletiek gaan doen. Snap je een gek. Een <laughs> zo simpel is het. Je moet, als je voetbal doet, moet je je man durven voorbij te gaan. Zo simpel is het. Ja, maar kijk, kijk, waar ik akkoord mee ben, is, je moet dat durven. Bijvoorbeeld gewoon eentje vietje, papa, je gaat je voorbij geeft, een pas. Voilà. Ja, ik ben akkoord. Maar wat jullie verwachten is van elke actie. Nee, nee, nee. nee dat nee. heb ik niet gezegd, hè? Zoals je zegt, el realismo. Snap je? Je moet je momenten. Keer... Je dat moet heb je ik niet gezegd teken... dat je van achteraan moet beginnen tot naar voren voilà. te gaan drubbelen. Gewoon een man, like, simpel, een man, max twee man, maar dan is het gewoon klaar en dan zijn ze gaan voetballen. Weet je, je momenten uitkiezen, toch? Waar of niet waar? We mag durven toegeven ook, hè? We hebben allebei gelijk. Ah. <laughs> ja. Ja. ja, nee. <laughs> uh, even een vraagje gewoon over het EK in het algemeen. Um, wat vinden je tot nu toe eigenlijk van het niveau? Ik ga misschien met, met Miriam beginnen. Oh, wat? Het niveau eigenlijk van het EK? Het niveau? Ja. Sommige ploegen, als je ze speelt, denk je van oké, okay, die horen daar thuis, maar dan bij andere ploegen heb je al iets van mm, misschien iets te vroeg. Maar is er wel een bepaalde evolutie Allee, in de sinds eigenlijk? Ja. Zie je dat je misschien, laten we zeggen, dat jij eigenlijk zelf voetbalt tot nu toe? Hij is niet geen bepaalde evolutie in voetbal eigenlijk. Vooral qua nationale is... ploegen, qua niveau. Ja, er worden wel stappen gemaakt, maar het ding is ook gewoon: er wordt nog niet te veel gekeken naar het vrouwenvoetbal toe om te zeggen dat we ons niveau al gehaald, of zeg maar. Er zit nog veel meer in onze vrouwen dan we eigenlijk brengen naar buiten. Mm -hmm. Dus ik denk dat ja, als er wat meer mensen achter het vrouwenvoetbal staan, dan ga je wel merken dat er, dat niveau automatisch naar boven gaat. Ja, want eigenlijk wat je ziet is ook iets dat ik, dat ik vaak hoor. Eigenlijk, van, eigenlijk, wat wij nu zien is niet. Zeker niet het volste potentie. Ja, het Maar nu ook gewoon, ze zeggen van, ja, je moet je gedragen als prof. Maar wat dan ze vergeten, wij vrouwen, we zijn eigenlijk niet prof, we zijn semi-prof, zeg maar. Maar we trainen wel evenveel als een prof. Mm -hmm. Maar we, ja, waarom, waarom zijn de mannen meer atletischer? Omdat ze, ze krijgen begeleiding, ze krijgen alles. Waarom zijn wij niet zo in België? ja je moet extra gaan trainen, maar je moet denken, je moet tijd hebben, je moet eerst nog gaan werken. Dan moet je dan gaan trainen, dan moet je een dag inplannen dat je nog extra kunt gaan trainen. Dus dat is het ding dat de meeste mensen niet inzien, van dan de mannen meer op hun gemak zijn, zeg maar. Vrouwen moeten gewoon nog meer gaan doen en dat is soms niet altijd evident. En, en wat, wat ijver je naar dan zeg maar naar de toekomst toe? Meer, meer gelijkheid dan. Qua loon of zo? Wat... Ja, qua, qua loon. We moeten niet. Pff, geef je ons iets meer, zijn we content. We moeten niet evenveel. Like mannen, we moeten niet met een Porsche gaan rijden. Dat hoeft allemaal niet. Je kunt betere dingen met je geld doen, maar je, like, gewoon als we al iets meer krijgen, dan kunnen we ook atletischer gaan werken. Ja. Misschien als te... vervanging van werk dan, inderdaad. Ja, 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 ja. als vervanging Trainen. van werk. Want nu, nu verdienen we eigenlijk niet zoveel om te zeggen: van ja, ik ga niet gaan werken en ik leef van mijn voetbal. Mm -hmm. Want dan is het moeilijk om je huis af te betalen moet je elke dag boterham en eten. Dat is wel zo leuk. Realiteit? Ja, ik denk ook gewoon dat dat iets is dat wij, denk ik, als, als gewoon voetbalkijkers of voetballiefhebbers niet direct zien. Zo de, de realiteit achter, achter het vrouwenvoetbal eigenlijk. Want dat is ook iets dat ik op het EK heb opgemerkt. dat je ook de vraag stelde: van, qua niveau, je ziet wel bijvoorbeeld de vier halve finalisten, zijn allemaal profs eigenlijk. Ja, die spelen allemaal in het buitenland. met City en al die, en al die ploegen. Mm -hmm. like, wij spelen maar in Anderlecht of Brugge of ja, Belgische competitie. Maar. Nee, ja, ik, ik zeg maar, omdat die competitie staat niks voor. Zo simpel is dat. Je moet gewoon je moet, je moet, eerlijk durven te zeggen. Het is eerlijk. Dat is ja, gewoon nee, zo lekker. Bedoel... Like vroeger, een paar jaar geleden, als, als het beni nog was. Mm -hmm. Dat was met de Hollandse ploegen erin. Mm -hmm. Eigenlijk zou we dat dan nu moeten terug hebben, maar die Hollandse ploegen waren niet, omdat ze... Drie, vier jaar geleden of nog langer, zij wonnen altijd met 15-0. Omdat dat misschien iets te vroeg was. Mm -hmm. Maar like nu bijvoorbeeld, als we tegen de Hollandse competities moesten spelen, zou je al minder dat verschil merken dan een paar jaar geleden. En dat zou ook gewoon beter zijn voor onszelf. Maar pak nu, dat je nu naar buitenland wilt, kun je niet mee. Ja. Want het niveauverschil is te groot, dus je moet al een tussenstop gaan maken. Is het daarom een beetje dat we zo zien dat er een evolutie is dat veel eigenlijk Belgische speelsters naar... Eerst in Nederland trekken voordat ze eigenlijk uh, andere orde opzoeken. Ja, klopt. Nederland is een tussenstop. Die, zijn ook al, die werken iets professioneler dan wat wij nu doen, eigenlijk, zeg maar, in België. Oké, okay, het begint te komen. Wij werken ook al met gps'en en zo. En we worden beter begeleid, maar ik denk dat Holland toch nog een stapje hoger is. Mm -hmm. Dus dat is zeker een tussenstop. Ja, sterk. Ja, ik denk dat. Voor mij is het gewoon nu even zo'n moment dat we even stil moeten staan. Zo, bij... bij bij dit gegeven, puur omdat ik zoiets heb van, oké, dat is wel leuk, he, dat we het allemaal volgen, maar ik denk zoals Miriam Zichter ziet er eigenlijk veel meer achter. Ja, dat sowieso. Ik ga zo een kooi terughalen van, van Tissa, zeg maar. <laughs> Toch? Nee, maar ze zei ook gewoon van, als het had over België, van oké, okay, we zijn nu tot zover geraakt en we zijn niet allemaal profspeelsters. Stel je voor dat wij pro waren. Zoals de Engeland, de Duitsland. De dus ik denk sowieso, over het algemeen is het algemeen gekend. Hè, dat het, het vrouwenvoetbal is aan het groeien. Er is nog heel veel potentieel. Maar je ziet ook dat, dat de Champions League matchen dat dat echt iets is hè, waar mensen naartoe willen gaan. En, en dat die dat gewoon willen zien. En ook gewoon ja, het voetbal alleen. Je ziet ook gewoon evolutie in het spel zelf, snap je? En ik denk ook wel dat, dat er iets moois staat te wachten voor het vrouwenvoetbal. Toch? Nee. Sommige steden, like Lyon, die, die verdienen evenveel als de mannen. En nog bij sommige vrouwenploegen. Maar België gaat nog heel lang mogen wachten, denk ik. Maar, ja, We zijn. staan op alles achter. Dat is ja. het probleem voor België. <laughs> dat is, dat, is, echt dat is echt gewoon het grootste probleem. Mm -hmm. like die ploegen hebben de, zeker... Like die van Amerika ben haar naam even kwijt. Alex. Morgen. Nee, die andere. Harry Lloyd. Nee, met haar Roos haar soms. Um, maar ik kan even niet meer aankomen. Nee, nee. nee, nee. Uh, Allee, kan, ja, maar ik kan ook even oh, niet meer aankomen. Rapino. Rapino. Ja. Megan. Voilà. Hoeveel, ja, hoeveel ja. jaren dat zij heeft zitten zagen voor hetzelfde bedrag, en nu hebben ze het gehad. Ja. Maar wij zijn gewoon veel te braaf. We ja. zeggen van ja, oké, okay, ja, dat is en dat moeten we doen. Als iedereen gewoon samen achter elkaar staat en je gaat een belletje doorrenken, dan gaat het allemaal sneller gaan. Maar het ding is, iedereen denkt gewoon aan zichzelf. Mm -hmm. het het Alleen hier in België natuurlijk. Ja, in België. We zijn zo te, te ingetogen, we durven niet, we zijn zo een beetje. Je hebt gelijk. Stil ik? Hey, met deze wil ik even zeggen dat we net Sarah en ik in gesprek hebben gehad met Sarri Kees en ander. Nu Naar kijken. Hey! Hallo! Hallo! Alles goed? Ja, 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 met jullie? Ja, niet te moe? Beetje, beetje. We zijn op stage dus. Ja, nee, is zich bedenkt om er te zijn? Hè? Nee, dat is geen probleem. Ja, nee, nee, zoals ik zei, we gaan het niet, uh, niet al te lang houden. Dus uh, ik ben Andy trouwens. Even snel kort voorstellen. Uh, ik Sarah. ben Sarah. Ja. En uh, we zijn nee. gewoon van Coolcast Sport. Dus uh, we zijn ook gewoon het EK, uh, gewoon helemaal aan het coveren. Dus eigenlijk, ja, vooral ja, het parcours van de Red Flames er helemaal hebben gevolgd in TK en wat zoiets van ja, we willen wel eens een gesprek hebben met iemand die daar sowieso is geweest. Dus uh, ja, Ik ben blij dat je hebt, uh, dat je hebt uh, geaccepteerd. Hoor. Ja, en dat je het ziet zitten. Dus dat uh, is leuk. Ja, nee, dat is geen probleem, dat is geen probleem. Um, eerst en vooral, uh, gefeliciteerd eigenlijk, voor eigenlijk een, een goede prestatie op TK. Wat vond je zelf eigenlijk, van het TK van het hele gegeven? Uh, heel overweldigend wel, zeker de wedstrijddagen. Uh, ja, voor zoveel supporters spelen en zo, dat geeft wel een heel mooi gevoel als je zo mocht oplopen. Mm -hmm. uh, ja, en iedereen geïnteresseerd is uh, in het vrouwenvoetbal ook. Uh, en dat dat ook meer en meer opkomt, dus dat is een heel fijn gevoel geweest. Ja, ja en voelde je echt zo veel druk? Omdat je gezichten hebt van. is zo de eerste keer, of ja, misschien een van de eerste keer dat er zoveel supporters waren. Is dat dan een ander soort druk, een ander soort ervaring dat je een beetje hebt ervaren als gewoonlijk? Uh. Uh, ja, misschien wel, omdat je weet dat er gewoon veel meer mensen naar kijken en internationaal ook veel meer naar wordt gekeken. Dus een match binnen België, je weet dat dat niet echt heel internationaal bekeken wordt. Mm -hmm. Maar ja, op een, op een DK staan, dat is, dat is iets heel anders natuurlijk. Nee, zeker. En uh, ja, om eens te vragen, wat vond jij eigenlijk zelf van je, je eigen prestatie op DK? Uh, ik zal he heel eerlijk met je zijn. De eerste wedstrijd, ik was echt boos. Ik dacht: wat doet ze allemaal? Ik zat bang of zo. Maar je bent super hard gegroeid in. in in heel het toernooi. Allee, de, de drie andere matchjes, je was als vrouw van de wedstrijd in, ah nee, in, in de, nee in de derde wedstrijd. Ja. Dus ik had zo, ja, dus mijn vraag naar u is eigenlijk, wat vond je zelf eigenlijk van, van je uw eigen prestatie? Ja, inderdaad, ik denk gewoon gegroeid en ik denk de eerste wedstrijd vooral veel stress, omdat mm -hmm. voor iedereen zo'n eerste wedstrijd was en, en daarna zijn we denk ik tegen Frankrijk, omdat we wisten dat het dan een topland was, denk ik dat we net minder stress hadden, omdat ja omdat op papier dacht je: van, oké, okay, we kunnen verliezen. Tegen IJsland dacht je op papier: we kunnen die wedstrijd winnen. Dus dat geeft een ander soort stress. Maar ik denk net doordat we geen stress hadden tegen Frankrijk, dat we net elkaar meer hebben gevonden en, en georganiseerder stonden. En dan dat in, in de loop van het toernooi hebben meegenomen. Ja, zeker. Um, ja, ik vond. Um ik vond het wel leuk dat, je, dat, je, dat ik je zo zag groeien. Maar ga je dat ook meenemen naar na dat seizoen, bijvoorbeeld bij OHL Leuven toe? Of naar de volgende, volgende grote toernooien, bijvoorbeeld de WK volgend jaar? Ja, ja tuurlijk. Want um, in december, allee, begin van, uh, september uh, was er nog geen sprake van de Red Flames, of nog maar juist sprake van de Red Flames voor mij. En ik heb die stappen zeker bij OHL gezet, waardoor ik ook op het WK sta. Dus ik denk zeker uh, bij OHL dat ik nog stappen moet zetten volgend jaar. Uh, en dan hopelijk, als we ons kwalificeren voor het WK, stappen zetten om het WK Nee, zeker, zeker. En uh, ja, ik denk in september staat er ook een grote wedstrijd een beetje te wachten met de Red Flames tegen Noorwegen. Ja, Noorwegen vooral, hè. Um, ja, We gaan uh, met veel punten moeten winnen uh, als we eerst willen eindigen. En anders, uh, ja, als we tweede eindigen, nog wat baragematjes spelen. Mm -hmm. Dus we zullen zien. Maar um, ja, Noorwegen heeft het iets minder goed gedaan op TK. Dus het gaat, uh, oftewel, heel positief uitdraaien. En gaan ze nog in die downfase zitten. Ja, of ze gaan ze gewoon uh, payback time en uh, ja, er helemaal voor willen gaan terug eigenlijk wat ik, wat ik nog wel vragen is gewoon uh, naar de toekomst toe eigenlijk in je eigen carrière heb je zoiets van oké okay, nu dat ik het EK heb gespeeld en ik zo wat op een ff, hoger niveau heb gespeeld dan gewoonlijk is het echt wel dat ik wil bereiken of heb je zoiets van want dat voel ik wel bij de meesten die zoiets hebben van het is wel leuk om op een hoger niveau te spelen maar ik blijf wel liever eigenlijk op het niveau dat ik nu ben of hey, om het zo te zeggen niet leuven Um, ja, allee, ik, ik vind gewoon, ik ben nog jong, en ik denk als je te snel stappen zet, ga mm je -hmm. uh, ook misschien snel pieken, maar ook snel weer naar beneden gaan. Dus ik denk uh, dat ik het liever stap voor stap doe, ook in combinatie met mijn studie. Uh, dat ah, ik ja. gewoon op het gebak stappen blijf zetten, uh, beetje bij beetje, en dat ik zo liefst uh, de top bereik, uh, eventueel naar het buitenland. Oké, okay, top. Okay. En ja zeg maar. Uh, ik heb nog een vraagje. Denk je dat het een, een positief gevolg hebben voor ons België, als ze zien van, oké, okay, we hebben het zo ver gebracht en... Hoe zal het vrouwenvoetbal nu evolueren in België? Nou, de kijkcijfers kijken ook dat het veel meer gegroeid is uit het TK. Dus ik denk uh, dat ja, hopelijk, als de Super League-match ook wordt uitgezonden, uh, dat er steeds meer en meer kijkcijfers uh, zullen bijkomen. Uh, en ook natuurlijk meer supporters ja, echt live aanwezig zullen zijn. Uh, maar ik denk dat het TK daar zeker niet open heeft. Okay. Dan heb ik nog een allerlaatste vraag voor jou. De beste spies waar tegen jij hebt gespeeld tijdens het TK. De beste spits. Um, eigenlijk vond ik Katoto heel goed um, van, van Frankrijk. Maar die is jammer nu uitgevallen met een blessure. Uh, dus ja, voor mij gelukkig uitgevallen met een blessure. <laughs> maar ik mag dat eigenlijk niet zo zeggen. Uh, maar die was wel heel goed. Echt een target spits en heel stevig. Oké. Okay. Nee, dan willen uh, ik Alves bedanken voor uw tijd. En ik weet dat jij nog even moet rusten, want je bent rechtstreeks uh, direct naar de Oefencamp gegaan. Ik wens je wel heel veel succes uh, voor dit seizoen met, uh, met Leuven. En alsjeblieft, eerste plaats dit jaar. Ja, we gaan er, gaan voor. Allee, we gaan er voor dit ja. jaar. Dus. Okay. Nee, zet bij je goed uit en uh, tot de volgende. Goed, merci kees, Tot de volgende. Bij. Tot ziens. Jo. Bye bye. Jo. Hier zijn we weer. En uh, ja? Ola, oh, droge. <laughs> <laughs> ja, ja. uh, ik wil alleen over iets praten eigenlijk over het uh, aantal toeschouwers in het stadion. Waarom? Uh, sinds de, de knockoutfase is het eigenlijk uh, het geval geweest dat uh, het stadion bijna voor 80% gevuld was. En dat is eigenlijk een record uh, qua aantal toeschouwers uh, in het vrouwenvoetbal. En voor mij is dat wel een bepaalde investering die zit te gebeuren, of een bepaalde evolutie die ook meestal gebeurt in het vrouwenvoetbal. Uh, Sarah, ik heb, vraag, hè? ik heb een vraag voor jou. Mm -hmm. Mijn vraag voor u is eigenlijk: van hoe ziet jij bijvoorbeeld volgend jaar het WK eigenlijk zo in elkaar steken? Um, ik hoop qua professionaliteit hetzelfde. Want ik denk dat we, dat we zeker um, content mogen zijn over, over de professionaliteit, dat er nu is gebeurd. Um, en qua toeschouwers, het doet me een beetje denken aan, aan bijvoorbeeld uh, de kapitein van uh, Duitsland die voor het EK zei. Um, het, het, ja, het maakt niet uit hoe ver we geraken. Maar ons hoofddoel is vooral dat de, de Duitsers ons willen erkennen. En ons willen zien als vrouwenvoetbal. En ik denk dat dat een grote impact gaat geven. Um, ook gewoon algemeen over het vrouwenvoetbal. Dat dit EK heeft laten zien: van, oké, okay, wij kunnen voetballen. Zeker die top 4, die top 5. Dus um, dat dat. Ja, mensen gaan laten denken van oké, okay, ik ga misschien al van begin van de groepsfase zal kijken naar de matchen. Mm -hmm. Misschien gaat dat nog niet zo ja, zijn zoals dat ik het wil zijn, zoals tegen die kleine ploegen, maar dat dan, dan tegen de, de kwartfinales en halve finales uh, ja, nog meer kijkers zal opleveren. En ik denk ook dat, dat, dat er heel veel referentiematchen zijn geweest tijdens dit EK, die denk ik ook al een aantal kijkers heeft gemotiveerd, zeg maar. Of gaat motiveren om dan te zeggen van kijk, ah, dat EK vrouwvoetbal, dat, dat is iets. Dat was iets. Of dat is, dat was, er waren heel veel leuke wedstrijden. We gaan eens zien waar het, normaal gezien op een, op een WK het niveau dan nog hoger is. We gaan dat gaan checken, snap je? Als ik nu denk van, van uh, Spanje tegen um, Engeland of een of Portugal tegen uh, Nederland. Nederland. Nederland dat, waren, dat waren leuke matchen om te zien, dus ik denk ook dan... En mensen daardoor meer geneigd gaan zijn om te gaan kijken naar een vrouwenvoetbalwedstrijd. Maar niet ook enkel de matchen. Je kijkt naar de highlights. En dan zie je de goals. De goals ja. zijn ook gewoon echt. Ja, om u tegen te zeggen, als je kijkt naar die eerste uh, goal, ik weet niet meer tegen wie dat was. Dat er korte hoek werd ingeschoten, echt een knal. Nu ook, uh, ja, ik zeg weer het hakje. Of een goal van, een van de donk, bijvoorbeeld tegen Portugal. Dat zijn wel goals die. Stevig zijn, dat dat echt aantrekt om te kijken. Dus ja, ik hoop, uh, ik hoop nog meer toeschouwers. Nee. Mirjam, wat dit EK voor u zo wel de, de reclame voor vrouwenvoetbal, een beetje? Internationaal gezien? Ik denk dat er echt wel een mooie matchen waren. Dus voor de mensen die gekeken hebben, dan die sowieso wel iets gaan hebben van: Oké, okay, die kunnen niets. We gaan daar toch nog na gaan, na gaan, naartoe gaan kijken of op tv kijken. Dus ik denk wel dat dat de ogen heeft opengedaan van. Veel mensen, denk ik toch wel. Oké. Okay. Namelijk zondag is uh, de finale. Duitsland-Engeland. Wij weten al wie gaat winnen, dat is Duitsland. Maar omdat wij, we moeten een beetje normaal doen en zo. Gaan we er een beetje over praten? Um, Sarah, eigenlijk terug naar jou. Ik weet dat je denkt dat Engeland gaat winnen. Maar waarom denk je dat de Engeland? Gewoon, ik denk vooral het thuisvoordeel. Het is een eigen land. NECA in eigen land, veel supporters. Je ziet nu al in, uh, in de, de halve finales dat er al voor 90% gevuld is. Dus ik denk echt dat zij daar energie, motivatie uit gaan halen. En gewoon... Uh, het gaat niet makkelijk zijn, dat ga ik sowieso zeggen. Duitsland gaat komen. alleen gaat niet komen, maar gaat op die counter komen. Ga niet veel kansen hebben, maar gaat ze waarschijnlijk afmaken. De verdediging zit ook heel sterk. Um, dus ja... Jawel, jawel. jawel. Dus de verdediging is het blok goed, hoor. Ik ga niet liegen. Ze hebben niet veel doelpunten. Het enige doelpunt is uh, ja, bal tegen de paal en tegen de keeper erin. Dus, uh, ja, het wordt twijf twijfelgevallen, maar ik ga toch uh, voor Engeland, denk ik. Rudy? Um, ik denk dat Brian gelijk heeft, want hij zei iets coming home. Right? Um, en ik hoop dat eigenlijk ook wel. Zo echt een sneer naar de mannen toe van wij brengen het wel thuis snap je wat ik bedoel. Um, en, en ja, ik denk, ik denk wel dat het een, een stevige wedstrijd gaat zijn. En ik hoop, ik hoop op acties vooral. Um, ja. En, en ik denk ook dat, dat, zoals Sarah zei, dat het thuisvoordeel dat, dat ze zo gepusht gaan worden, want zoals ik dan net zei ook in het begin, als je, als je zo die feeling hebt van oké okay, wij worden snap je we worden uh, gepusht en en 80.000 man roept op ons want allez, we weten allemaal 80.000 man je heb je alles voor 80.000 man gespeeld snap je dat is dat is dat <laughs> is dat is dat is dat is niet niets dat is dat, sowieso gaat hij iets doen met jou en en zeker ook als als je thuis speelt en ik denk ook dat dat, dat, dat gewoon gaat leven in dat land hè? ik bedoel Um... Ja, het is niet omdat ze alle keer, bijvoorbeeld, in een finale hebben gestaan van de Champions League met zoveel man, dat dat genormaliseerd is. Nee. Die, die, die toeschouwers, ik denk dat dat nog altijd voor hun, als zij oplopen, een impress-moment zal hebben van: oké, okay, we moeten het hier wel gaan tonen. En het is de finale van het TK. Dat zal er ook ingepropt worden voor zowel de coach van Duitsland als de coach van Nederland, Wiegman. Dus, uh, nee ja, ik heb er vertrouwen in. Wat denk jij? Ik denk hij zegt. Echt... Duitsland. Voilà. Oh. Engeland is sterk en oké, okay, het, is, het is waar wat je zegt, ze spelen thuis. Uh, maar ik denk op dat moment, oké, okay, die andere Duitsers gaan ook zoiets hebben van, er zijn zoveel mensen, lekker wat wij vaak horen in de kleedkamer, zeg maar, er zijn veel supporters, ook al is dat van een andere ploeg, maar dan zegt hij van, die komen allemaal voor jullie ook. Dus Duitsland gaat ook zoiets hebben, van... er zijn veel mensen, dus wij moeten ons ook tonen, ook al zijn dat hun supporters niet en ik vind ook gewoon Engeland is goed maar Duitsland wat dat matchje dat ik van hun al gezien heb dan die 19 daar die is gewoon niet te stoppen en zij durft die acties één tegen één maken dus ja, ja. dus dan nee, dan het, je, ze, je. ik gun het ze allebei maar pff, Duitsland is toch wel iets meer kwaliteit denk ik weet je wat ik zondag ga zeggen na de wedstrijd realisme nee sowieso es <laughs> komt het naar Ha? <laughs> What? It's coming home in the tijd. Je weet het niet. Ik sta al klaar. Misschien gaat ga als misschien zo'n t-shirt laten. Nee, Tim gaat dat fixen voor mij zo'n t-shirt. Het komt in het huis. Of niet, Tim? wel? <laughs> <laughs> Geef me ook maar eentje. <laughs> <laughs> um, ja, nee, ik, ik kijk er echt naar uit. Wacht, ik heb wacht, ook op, al gezien. dat ze kunnen breken? Gaan we daar iets aan vast verbinden? Zeg, als, well. als Duitsland wint. Wacht, wacht, wacht. Eerst. Nadej en Sarah moeten maar geld. Dus als jij er ook bij wilt zitten, er zijn ook mensen in mijn DM's daar die mij 55 euro moeten in totaal. Oké, okay, wat gaan we doen? Speel jullie maar voor 55? Nee, nee, nee. Ik wil iets zeggen, maar dat is op camera. Maar je die mensen <clears throat> die wilden weinig geld in zitten, laat het zo zeggen. Crisis, hè, deze dagen. Voilà. Et, Laten we het zo vernoemen. Ja. Alles is duur. <laughs> Wel wilt jij zitten, zeg maar? Jij begon dus. Hoezo? Dus... Ik begon, ja, ja ik ben mij gevraagd. Oh, zeg maar wat jij wilt. Wat wil ik? Snel, 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 snel. snel Doe dat straks, straks de Ja, je hebt tot het u... einde van de EP. Dank je. U. je ik kan uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er nu al 80.000 tickets zijn verkocht. Uh, er blijven er eigenlijk een stuk of 7.000 over. En ze denken dat er toch wel 85.000 hey, mensen gaan zijn in Wembley. We eigenlijk komen eigenlijk tot een 96% van het stadion dat je helemaal gevuld gaat zijn. Ik heb ook net gezien dat er nieuwe tickets weer vrij zijn gekomen. En mensen zijn een beetje aan het finissen en zo. Ik ga niet liegen, als ik tijd had, ik zou daar zijn. Maar mooi, omsters, door omstandigheden. Met tijd maken heb je daar eerst al gezegd. <laughs> het is een baktje. Touché. <laughs> het is een baktje, Touché. Dat is niet de bedoeling van deze. Ewa. We waren goed begonnen. <laughs> Ja, we dat waren we goed gaan... begonnen. Nee, nee, nee. zegt we ze moeten tijd maken. We <laughs> waren goed begonnen. Houd dat zo. Dat, dat waren uw woorden, hè? Hé, hey, hey, we waren goed begonnen. We zullen knippen, één probleem. <laughs> um, ik wil het eigenlijk een beetje over u hebben. <laughs> Tuurlijk. Jij bent hier. Hé, hey, kijk. Ik heb gejaagd om u te hebben. Dat weet je. Dus. Mevrouw Enderlicht, als ik u zo mag noemen. <laughs> hoe lang speelt je nu weer bij Enderlicht? Drie jaar. Drie jaar. Volgens Sarah kun je op alle posities spelen. Linksback, <laughs> middenveld, aanval. Maar als je echt eentje moet kiezen. Echt gewoon eentje waar je zegt, hier dat is waar al mijn potentie gewoon naar boven komt. Ja, ik sta graag op de tien, maar pak maar dan beter de flank. Ik om... ben technisch, dus sowieso ja, op de tien gebruik je die wel, maar niet om te zeggen. Dat je daar veel tijd voor hebt, dus pak maar beter de flank. Daar kun je echt gewoon je ding aan doen. Flank? Links of rechtspot? Beide. Sterk. 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 Ik had dat niet verwacht, hè? <laughs> nee, maar ik hoor ervan, hè? Hou ervan. Ah, maar je, je, Waarschijnlijk heb je haar goals nog niet gezien. Dat is zo iemand die scoort enkel buiten de bekken. Aan dus. Ofwel daar, ofwel zo corner, iets. fiets, vee. Agressie. Freddy. Zij is daar. Grinta. Grinta. Wat waren de woorden van Brian? Grinta, Quanta en weet ik veel wat. Quanta. <laughs> ja. nee, wat ik al vraag is. Uh, ja, dus eigenlijk mijn eindelijk zijn jullie kampioen geworden. Uh, laatst. Met heel veel geluk. ik ga eerlijk zijn, ik ben, ik ben voor Leuven, dus eigenlijk. Ik snap wat je bedoelt. Nou, dank je, dank je. Maar. Um, Jullie spelen eigenlijk dan de voorrondes, dus als ik me niet vergis, van de Champions League? Of... Ja, klopt. En weet je wel tegen wie? Want ik heb dat proberen op te zoeken, maar dat is echt Spaans. Dat is echt Spaans. Moeilijk. Ik weet tegen wie, maar als je me zegt tegen welke ploeg, ik weet behoorlijk die naam niet. Zet <laughs> Zij je daar ja. wel mee bezig zich? Ik ben er mee bezig. Want ze heeft 17 de Napoleon, dus in Polis, dan zien we wel. Ja. Nee, maar, maar, hoe hoe wel. ben je daar dan mee bezig? Op welke manier? Ja, Denk gewoon. je van oké, okay, wij kunnen die halen of ga je puur persoonlijk naar die wedstrijd toe? Of, uh... Op zich gaat het altijd met de intentie van we gaan winnen, want als je iets hebt van ik ga verliezen moet je gewoon thuis blijven, zo simpel is het. Dus ik heb wel, allez, we, we hebben een goed team, dus we kunnen sowieso gewoon, we kunnen daar iets perfect neer aan zetten, dat we verder kunnen gaan, maar het zit ook gewoon allemaal in de kop, vind ik. En als alle koppen naar de juiste richting kijken, dan kunnen we daar zeker iets mooi uit afleggen. Dus de training gehad. Ja. Je hm? heeft een gehad. Oh nee. Dat is mijn eerste interview zien. Ja, nooit meer. Nee, ik vraag het waarom. Omdat ik zo vaak zo. Als ik naar de Champions League dan kijk, gewoon de groepsfases met uh, de vrouwen, is er heel vaak ook gewoon een. een je, je ziet echt een grote kloof tussen de grotere ploegen en de iets kleinere. Maar ik heb toch wel zoiets van als, als kleinere ploeg is dat echt wel goed meegenomen eigenlijk om gewoon daarin te zitten. En ik zie ja, enderlichtig is het de laatste jaren gewoon ont aan het knallen, aan het domineren, maar die zijn veel te weinig in die Champions League. En ik heb zoiets van, ik denk, juist door die Europese ervaringen, dat je ook gewoon, niet enkel als, als ploeg qua speelsters groeit, maar ook gewoon als, als ja, infrastructuur, als, 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 als alles. Ik vind, kijk wat jij nu zegt, als je een ploeg hebt en je werkt daar jaren mee samen, oké. Okay. Of als je een competitie hebt en je kunt spelers of speelsters aantrekken, oké. Okay. Anders ga je doen zoals... De, zoals in de Super Pro League doet, ah, aankopen, aankopen of halen, maar dan Er is geen, er is geen lange termijnplan, precies. Het is allemaal kort, 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 kort. En als ik dan luister naar wat je nu zegt, is dat heel moeilijk om dan door te groeien binnen de Champions League. Want het is nooit, bij zo spreken, nooit dat de een blijft voor zoveel jaar aan een stukje mm -hmm. snappen. Dus dan is dat praktisch gezien onmogelijk. Dat is goed voor de spelers, spelers individueel en dat zij dan naar andere clubs gaan en zo. Maar als club zelf zijn is dat moeilijk. Want er is, ik weet niet, is er een sportief project uitge, uitgedeeld dan voor binnen ander licht? Zijn er speelsters waarvan, wel, die, waar, waarmee je hebt gespeeld vanaf het begin tot nu, die nog altijd basis of zo zijn? Want anders is dat heel moeilijk. Dan niet echt, maar er zijn wel speelsters waarmee ik mee samen heb gespeeld in Nationale Ploeg, maar dat is al, ja, dat is al even geleden. Dus. En als er niet echt een sportief project is, vind ik het heel moeilijk om dan te groeien in dat project. Dan, zeg maar. okay. Ik kan niet persoonlijk spreken over andere of zo, maar ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Snap, ja? Dus als ik jou dan goed versta, is het gewoon een mankement aan, aan, aan project, eigenlijk, aan een langdurig project. Ja, want je hebt het over groeien in, in de champions League, hè, Femina, maar je kan niet groeien als er geen plan is, zeg maar. Dat is zo gewoon, precies, ja, kort termijn dat is allemaal goed, dat wel, hè? maar soms moet je denken aan de long run en daar denk ik dat er niet, te, niet genoeg naartoe wordt gekeken. Mm -hmm. Dan gaat het echt moeilijk zijn om dan te groeien. Binnen. Want hoe lang is Lyon eigenlijk al bezig binnen een Champions League? Het is niet van de ene dag op de andere plots zeven Champions League achter elkaar of zo, snap je, ik bedoel? Daar zat een plan achter, daar zat een voorzitter achter die erin geloofde. En dat is niet, denk ik, het geval bij Anderlecht. Er wordt meer en meer langzaamaan wel vrijgemaakt, maar niet genoeg om te zeggen: van oké, okay, wij zijn Anderlecht, wij komen hier, wij pakken punten we wij gaan zo ver mogelijk. Snap je? Het is meer van. Uh, proberen rond te overleven, het wel volgende en dan wedstrijd, dan, dan gaat dat gewoon niet. Nee, ik snap wel het punt. Maar ik denk dat ik met Sarah we het ook zo iets besproken in de zin van: alles is zo'n beetje heel, van heel korte duur. Je wilt vaak contracten van een jaar maar. Dat is ook of gewoon omdat wij dat zelf beslissen. Ah, nou, toch? Tuurlijk. Ja, like de club, stel een contract van drie jaar voor, maar dan heb je zoiets van: je zit in België. In België wil je nooit zo twee of drie jaar tekenen. Mm -hmm. omdat je nooit weet hoe dat seizoen verloopt en zo. Dus daar heb mensen die voor drie jaar tekenen twee jaar, maar heb er ook die altijd zeggen van hier in België teken ik gewoon voor één jaar. Maar is dat dan niets met zo? Kun je dat niet zo forceren dan waar of dan voor het zeggen ik, ik krijg dan op een jaar tijd ik krijg dan meer dan wat ik krijg in drie jaar tijd of zo voor dat. Ja, je kunt dat zeggen. maar. Ze dus stellen je, je contract voor en zeggen ze van ja voor drie jaar en om het jaar verdien hij zoveel meer, maar dan heb je zoiets van. Je tekent gewoon in België voor een jaar omdat je niet weet van. Wil ik hier nog blijven? Heb ik hier prijzen gepakt of niet? Anders zit je nog twee, drie jaar vast. Loopt het dan moeilijker met bijvoorbeeld onderhandelingen? Dan, stel dat je dan. Je tekent drie jaar en er komt een grotere club. Die zegt van wij willen nu. En we moeten, dit is afkoopsom. Doen de ploeggen daar dan moeilijk over? Speciaal omdat, omdat we dan zeg maar speelsters zijn uit België. Ja, op zich doen ze dat niet moeilijk voor. Dan, allez. Waarom dan zou je dan gewoon... niet voor die drie jaar gaan? Snap ik wat ik bedoel? Ja, maar ook gewoon... Pff, er zijn mensen die dat doen, maar ik persoonlijk voor mezelf, hier in België, denk ik, ik nooit voor twee of drie jaar. Ja. Altijd gewoon voor een jaar. Hm. Ik denk gewoon ook dat, dat, dat voetbal in, qua verandering, zeg maar, in jouw carrière, in België snel kan gaan. Ik bedoel, het zijn nu al speelsters bij de Red Flames die op jonge leeftijd hun debuut maakten. Kijk naar een Ambertisja, kijk naar een Sari Kees. Ik bedoel, die hebben gewoon ook een goed toernooi gespeeld, zeker Sari. Um, ja, wie weet, binnen 1-2 jaar, zij maakt nu in Oahu-Leuven haar minuten. Zij presteert ook weer goed. Ik bedoel, kan een stap naar het buitenland ook, ook gewoon gebeuren dan binnen een paar jaar? Dus als jij dan vastzit met een contract, snap ik die zin wel. En dan snap ik ook jou met, met het project met, met waar aan ze willen werken. Dus. Maar pak het ding, het teken voor twee jaar. Mm -hmm. En jij wilt weg. En uw club laat u niet gaan. Hoe zit je dan daar? Hmm. Snap je? Maar, maar ja. het is niet zo simpel als in de mannen van ja, we geven u zoveel en je mag weg. Ja. Soms in de vrouwenvoetbal willen ze, ze willen nu gewoon echt gewoon triggelen en ze zeggen van ja, nee, je blijft gewoon om u te kloten. Zeg maar. En daarom dat ik zeg van, zo, eigenlijk is het beter dat je jaar per jaar tekent, of max twee jaar, maar ja. ook niet meer dan als je naar het buitenland gaat en je tekent voor drie jaar, oké. Okay. Want je zit op je gemak, hij weet, hij weet van zoveel, maar voor hier in België. Ja. Dus de ambities staan er wel om eigenlijk de stap te zetten naar het buitenland. Ja, dat zeker. Ja. En is er een competitie waar je denkt: van, dat ligt mij wel, of, of daar zou ik graag naartoe willen? Ik het in Spanje zeggen of zo. Ik zeg maar iets, Jacina, een vriendin van mij speelt in Spanje, in Tenerife. Ik kijk ook een naar haar en dan zeg ik: van... Ja, die Spaanse competitie of mm -hmm. die Engelse competitie ligt mij wel, maar om echt gewoon naar het vrouwenvoetbal te kijken, dat ligt me totaal niet. Ga je je keuze dan, stel die stap komt, ga je keuze daar dan op baseren? Op, je hebt veel kennis binnen de voetbalwereld, veel waarschijnlijk ploegmaten, teammaten die, die in het buitenland zijn gaan spelen en daar wat rondvragen van, oké, okay, hoe ligt daar die band met de club en met de trainer en met de professionaliteit? Ja, die, die leggen mij dat wel uit, maar ik ben ook zoiets van, ik luister, maar ik wil ook zelf naar daar gaan kijken of het wel definitief wel zo is. En dan... Ik ben niet zo iemand van ja, die ploeg, ik ga tekenen en dan gewoon naar daar. Ik moet alles ook gewoon eerst zien, die ploeg zien spelen. Mm -hmm. En dan kun je pas je keuze gaan maken. Ja. Is dat niet misschien ja. iets eigen van voetballers dat ze niet graag eigenlijk naar voetbal ik kijken? Dat kan ik je ook net zeggen. Kom, kom. Nee, maar mannenvoetbal is nou, niet nou, in het, waar, in het dat algemeen. Kijk ik gewoon. Mannenvoetbal, echt. Elke match kijk ik bijna. Maar vrouwenvoetbal, dat spreekt mij totaal niet aan. Of het in het buitenland een ploeg zijn, maar ik like eer bijvoorbeeld in onze competitie, pak nu als wij niet spelen, zeg maar, naar Leuven kijk ik ook wel. omdat Bruggen dat ook geldt. wel een goede ploeg is, maar een andere matchen in de competitie als die spelen, ik kijk daar niet naar. Of het moet echt iemand zijn dat ik ken die daar speelt, dat ik voor die persoon kijk. Kijk like naar nationale Ploeg bijvoorbeeld, ik kijk vaak omdat Cassie daar speelt. En Jasina speelde daar. En nog vriendinnen die ik ken, maar anders zou ik daar ook niet naar kijken. Hm. Ja, ik denk dan... Ik ga niet zeggen wat ik heb kwijt. Um, sowieso, vind ik... Alleen, dan gaan we weer terug van heel veel marge, progressiemarge en zo. Maar als het, als het meer gepromoot wordt, gaat dat denk ik ook meer gekeken worden. Snap ik, wat ik bedoel? Dat zeker. Zolang dat er ook niet is, gaat het moeilijk worden, denk ik, om dan echt over het vrouwenvoetbal. Maar ik denk dat zo'n beetje een... een oorzaak-gevolg is. Ik bedoel, we, hebben, we zeggen zelf, het, het, de potentie komt er nog niet volledig uit. Is dat omdat we die één en één versus één niet durven aangaan, niet willen aangaan op een groot toernooi, omdat we willen van het moet hier allemaal correct, zoals in de boekjes. We moeten pas achteruit 45, dit, dat. Misschien missen we dat als toeschouwer en denken zij juist het verkeerde van oké, okay, willen, ze willen juist dat we mooi spelen, dat we mooie goals maken. Dus misschien is dat een oorzaak-gevolg. En dat er daar misschien een keer na naartoe moet gekeken worden? Nee, ik ga eerlijk zijn, ik vind dat er sterke dingen zijn, het geldt net. So, ik ben gewoon even verbruw weer <laughs> like ik, ik, ik hou niet van. Oké, okay, ik ga niet zeggen, ik hou er niet van. Soms speel ik ook wel simpel. Maar ik hou ervan om echt zo. dat je een tegenstander echt belachelijk maakt, om het zo te noemen. Daar hou ik van, zo match wil ik zien. En nu in het vrouwenvoetbal zie je dat gewoon echt niet veel. Ik, Brugge, Brugge tegen tegen Tisoudali gaat op die bal gaan staan, die supporters zo roepen. Snap je, hij moet die supporters. Zij zijn betalen om naar u te komen kijken, dus je moet ze iets een beetje teruggeven, zeg maar. Hm. Ik kan niet zeggen dat er opeens een Neymar in de ploeg moet komen. Hè, maar ik bedoel, een Want er beetje, zijn zoveel eenvij... kwaliteiten ook. Ik ben vrouwvoetbal, ik like davidia van Mechelen ook technisch sterk. Er zijn nog mensen, maar gewoon hij ziet dat soms niet. Het komt er lijkt zo niet uit en dat is gewoon jammer. Hm. Zeg het ja. Want dat is echt leuk om naar te kijken. Ik heb het gezegd, in die vorige episode is je te fix aankant gaan. Kom, 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 kijk het. Dat is belangrijk. Je wilt dat gewoon zien. Dat is, dat is, dat is het man. Is is gewoon. Zakjes gewoon, juist, dat maak je mensen, zorg ervoor dat het bijvoorbeeld voor u. Eigenlijk dat mind... maakt het voetbal gewoon interessant, vind ik. Ja. Alleen voor mij persoonlijk vind ik dat gewoon tof. Lekker, je altijd lange ballen geeft en lopen en, ja, en in principe niks doen. Ik hou ervan om echt zo'n technische dingen te zien. Al is iemand een keer een pannenken gaan zetten dan. Dat is gewoon tof, zo'n zo momenten. Het is leuk om te zien, maar wat is dat tegen jou gebeurd? Iemand staat voor jou, staat op de bal. Wat doe je daartegen? Ik ga ook kijken, ik ga niet te snel happen, want mij, jamais, ik krijg ooit pan aan, nooit. Wow. nooit. Wow. nooit. Wow. Ik kan daar niet tegen. benen zijn gewoon toe. Ja. Ah, ah, maar dat is niet eerlijk, hè? Nee, maar ik, dat ik, is eerlijk, ik, ik eerlijk, vind het gewoon slim. Snap jij? Dat maakt het verschil. Dat is niet eerlijk, dat is niet verdedigend. Dat is gewoon benen, slaat weg. Niet dat ik zo met mijn benen helemaal toestaan, maar gewoon je moet slim moment uitkiezen is... om je voet te zetten. Dat is pleintjes mentaliteit. wil voilà. die pannen niet. Ah, maar sowieso. En als ik een pannen krijg, gewoon direct het kleedkamer binnen. Elkaar. Oh! dat <laughs> oh, oh, Maar als je zegt, je checkt aan de mannen voetbal, welke ploeg checkt je dan of wie, welke speler check je dan echt? Laten we zeggen, eerst de ploeg. Als je echt zo één ploeg waar je elke week naar kijkt. Ik kijk wel, omdat ik nu zelf bij Anderlecht speel, kijk wel vaak naar Oké. Dan moest ik over laatste zijn pannen. Dat is echt gewoon. Daar kijk je graag naar. Hij is gewoon te lachen, en dan heb je iets van ja, je dag is gewoon gemaakt, want die durven, die één tegen één situaties, maakt niet uit waar zelf. Als begint die linksachter, die durven dat gewoon en dat is gewoon mooi om te zien. Ik heb een vraag eigenlijk over Anderlecht. Stel dat het zo wat minder loopt bij de mannen, voelen jullie dat ook bij de vrouwen? Bij ons lopen het sowieso wel minder soms. Nee, maar. Nee, maar zo... nee, we hebben daar geen last van. Voel jij de crisis qua besparingen bedoel je? Ja, alles. Ja, dat hebben we ook wel. Ja. Want ze zeiden, ze gaan die besparen op ons, maar het gebeurde wel letterlijk. Ja. Mm -hmm. Dus ja, het is eigenlijk gewoon rond heel ander. Ik denk dat iedereen dat gewoon voelt, tot de jeugd, tot de eerste ploeg. Toe. Op de vrouwenteams. Interessant, interessant, interessant. Zou dat omgekeerd ook zo zijn? Anderleg die kampioen worden en de mannen die dan, uh, daar motivatie uit halen? Of gaan we dat minder hebben? Denk je. Um. Dus jullie zijn kampioen geworden. Hij zegt nu, als, uh, financieel, dat dat zo wat in crisis zit of de mannen zijn wat minder uh, bezig. Is dat dan bij jullie, als jullie kampioen worden, hebben zij dan ook zoiets van. Voelen zij dat ook of niet? Ze zeggen mij zo: die dingen ben ik niet echt bezig, eerlijk gezegd. Ik, ga, ik focus me gewoon op mijn spel: kampioen, beker winnen. Alles wat we kunnen pakken in België en de rest, wat achter de schermen gebeurt, dat is iets voor bestuur. Mm -hmm. Dat is wel iets dat je bij Lyon hebt, wat je nu hebt ja. Ja, Bij Jan, dat is echt. Uh, dat is die ik weet, je hebt zo'n periode. Ja, vroeger Jan had zo zeven keer zeven keer landskampioen en zo. En nadien is ook de periode pas begonnen van de investering in de vrouwen. En dan de vrouwen beginnen te winnen. Zeg Champions League, dit, dat, zus en zo. En vanaf dan is er een bepaalde druk beginnen te komen bij de mannen. Zo van, hé kijk, wij waren ooit zo, jullie zijn nu zo, en kijk hoe dat de vrouwen aan het gaan zijn. En eigenlijk investeren wij hier meer. En wat er eigenlijk een beetje naar mij, naar hoe dat ik het zie, wat er eigenlijk daar gebeurt bij jou, is zo van de investering is niet meer... Men of vrouw, de investering is meer van de ploeg die gewoon wint, krijgt het geld. Mm -hmm. Of daarin wordt gewoon alles gepompt. En ik denk dat dat misschien meer een juiste manier van... is, ja, maar... dat is. en je ziet dat ook. Hè? Want nu, een mannen die wil terugkomen, er wordt ook, ja, dus je hebt lekker, zitten zo, die terug is, dus daar wordt een beetje samba van voor. Maar die zijn er, snap je? En je ziet wel van, bij de vrouwen, ze hebben zoiets van, oké, okay, dat je er wordt geld in ons gepompt. We verdienen dat. Je hebt een Renault, ze 31, maar ze tekent bij bij voor vijf jaar. Ja, is ook... ja, dat is slim. Maar dat is wat slim. ik bedoel. Dat, dat is, is slim. Zoiets. Maar dat is ook... ze heeft een bepaalde zekerheid. Ze heeft ook een bepaalde statuut opgebouwd. Waar ze ook zelf weet: van oké, okay, ik heb hier eigenlijk alles. Ik ben hier bij En vanaf waarschijnlijk mijn 34, 35, ga ik waarschijnlijk niet meer zoveel spelen. Maar dan heb ik wel steeds een bepaalde Bedrag. leidersfunctie en betrecht. Dat zit erin. je? Dus ik heb zoiets van. De manier waarop Lyon eigenlijk met de twee ploegen aan het omgaan is, is eigenlijk de juiste manier. Bij Parijs is dat ook ook hetzelfde. Ja. Je hebt recent een, een loonsverhoging van alle vrouwen gehad. Je hebt ook bijvoorbeeld de reclames van de nieuwe tenuutjes. Je hebt Kato Tour naast Mbappé. Hé, hey, dat was hard. Snap je Echt zo gewoon de twee, de twee beste spitsen. Maar dat is ook zo. Snap je, Catoto, ja, Ze heeft evenveel goals als wedstrijden. Dat is ziek. Dat is al, dat is al iets dat. Niet veel gebeurt. Dat gebeurt niet veel, ja. snap je? Dus daarnaast heb je dan nog zo een BP die gewoon zo heel normaal is naar haar. Niet zo van, ah je bent, nee, dat is zo. Ze zijn precies Matties ofzo, of Dreddies of zo. Dat? Dat, dat weet ik niet, maar zo zegt ze het er echt uit. Ja. En je hebt ook niet, dat is wel wat ik vind meer in het buitenland. Dan, nee, het buitenland praat ik over Italië, Frankrijk en Duitsland en Engeland. Zo het verschil mannenvoetbal en vrouwvoetbal, Hoe dat wij dat zo als perspectief hebben, heb je daar niet. Daar is het eigenlijk minder, meer zo van. Het zijn gewoon vrouwen die spelen. Of hier zijn het gewoon mannen die spelen. Bij ons is het meer zo van... Ah ja, het zijn de vrouwen die spelen. Snap uh, je het? En ik denk dat dat gewoon een mentaliteitsswitch moet zijn van ons toe. Ik denk van, van ons Belgen dan, als ik het zo moet zeggen. Van ons toe moet zijn. Van, we moeten niet meer kijken van vrouwen, mannen, vrouwen. Nee. Het zijn allemaal gewoon mensen die willen voetballen. Als je erin moet investeren, doe. Als ze winnen, hey, ze verdienen het. Snap je het? Ik denk dat dat gewoon het grootste probleem of zoiets. En dan ja, ook alle marketing er achterin. En alles erbij. Maar ik wel, wel merk bij andere besturen zeg maar een beetje. Onze laatste match tegen Leuven toen, op Leuven, we moesten gelijk of winnen. En ik moet wel zeggen, Chapeau Marcoeken zat daar hele wedstrijd. Dan, ik kan niet op zijn naam komen, ook uh, iemand van bestuur, die is letterlijk de laatste vijf minuten gekomen met een echte fles champagne. Hm? Maar dan heb je zoiets van, hij komt eigenlijk gewoon voor de laatste minuut om mee te gaan vieren. Snap je? Dat is dan gewoon zo weer zo... Ja, het jammer eraan. Ofwel kom je... De hele match sta je echt achter ons, steunt je ons en... Dan oké, okay, dat je viert. Oké, okay, maar niet de laatste vijf minuten gaan komen om gewoon de fame, zeg maar, een beetje te pakken. Het gaat eigenlijk meer over zeggen, appreciatie bij u dan. Ja, hey. ah, het is maar iets kleins. Ofwel, hm -hmm. ofwel kom je dan gewoon voor de volgende training en zeg je van hier, proficiat dames. maar dan kom je gewoon de laatste vijf minuten en dan heb je zoiets van hier, ik, steel, ik ga de VM even gaan stelen en een interview gaan geven van we geloven in de vrouwen, maar wanneer hebben jullie ooit, heb ooit komen kijken? Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik vond dat eigenlijk ah, echt boeiend. Man. Ja? ja het de eerste keer dat ik zo'n... Ja, ik heb ook ja. zitten luisteren en echt zo Zitten nadenken, doen. Ja, ik denk... Uh, we gaan nog niet op deze afsluiten, want ik heb nog twee vragen over jou. De... Dat zijn eigenlijk zo geelvragen, maar ik heb het even afgepakt. De beste speelster waarmee je hebt gespeeld en de beste speelster waarmee je, waarbij, waarmee je maar, tegen hebt gespeeld. Je beste speelster? Waarmee je met eerst. Ik kies mezelf. Er is niemand beter. Wow. Nee, nee, knip, knip. Wauw. Wow. Wow. Nee, ik moet eerlijk zeggen ik vind dat niemand... Oké, okay, een plantje? Een plantje. Ook een plantje? Als er al geen vrouwenspeelsters... Dan lopen wijs nummer 1, Let's go. Om het even. Wie vind jij de beste speler, speler speelster, waarmee je hebt samengespeeld of tegen hebt gespeeld? Nu, jongen of vrouw, maakt niet uit. Pleintje, groot voetbal, futsal, uh, fit five. <lacht> 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 nee, ik moet echt denken. Zo erg is het eigenlijk dat ik er nu niet direct op kom. <laughs> nee, maar ik vind dat wel mooi, zo'n mentaliteit. Ah, natuurlijk. Ik weet echt niet. Ik ga niet snel zeggen van... Wow, die is echt zot. Mm -hmm. wow, ik ga gewoon van... Lekker mannenvoetbal van wie ik echt ga, is Ronaldo. Maar als je iemand zegt vrouwenvoetbal, wie dat je echt goed vindt of... Ik weet niet, wat... Yacine vind ik goed. Haar vind ik ook echt... Like, pff, technisch is ze ook echt sterk. Ah, maar ik ben Yacine-fan, denk ik. Ja? Zwa ah, vraag Sarah. Yacine, yes, zware fan. Ik vind haar echt goed. Wij vragen ons allemaal af, we zijn niet mee. Zo. Dat is een coach, ja. Denk denk Ik ga niet liegen. Ik heb ieder gebeeld gebeld. Ik keek haar video's. Uh, en daarmee ik bedoel aan. ik van, hij houdt van simpele spelers. Dat is het ding gewoon. Mm -hmm. Als je iemand wil in de ploeg die technisch hebt, dan selecteer je die altijd. Je houdt van simpele spelers en lopers. Ja, dat is de keuze van de coach. Maar mm -hmm. als je zegt, van vrouw... Ik moet zeggen, die nummer 19 van Duitsland vond ik wel echt goed. Biel... En uh, ja, Smee van uh, Nederland vind ik ook wel goed. Brucht, ja. Dat had ik ook al. Mm -hmm. Dat is ook zo'n type speelster. Technisch actie haar We zullen zien. Is dat van je Wat is Ze gaat zo. Dus wat gaat van Echter staan waarschijnlijk? Ja, nee, nu sta ik op tien of flank. Oh, hard? Dogos. Oké. Okay. Ik ver gewoon het gedeelte waar ze zegt: bij de voeten man. Nee, nee, <laughs> <laughs> Oké, okay. maar voordat we afsluiten, je moet eerst iets voor mij doen. Kijk, in de scoreleague als je scoort, snap je? Je gaat zo naar de camera en je doet gewoon dit. Ik heb mijn eerste celebration, sorry. Ik heb mijn eerste celebration. Nee, no, nou, nou, dat is niet eerlijk. Dat is ouderwets. Dat, dat je het je moet ja. veranderen. Je moet dat veranderen, snap je? Maar ik ga je eraan herinneren. Kijk, weet je wat ik ga doen? Elke wedstrijd dat je gaat spelen, zo picture ervoor, ik ga je sturen en je gaat dat moeten zien. Oké, okay, is dus uh, als hij dat niet doet man, ben op haar gaat. Trouwens, ik weet, ik weet wat ik wil. Ik als Engeland wint. Oh, jij was echt nog aan het denken. Ja. 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 Ja, ik had er niet, mee. nee. niet meer best. Nee. best ik logisch, eerlijk gezegd. Ik, uh, dat gaat moeilijk zijn hè, maar alleen voor u toch hè? Dus ik weet niet wat jij gaat kiezen voor mij, maar voor een truitje van Hazar man, voor een van de reden. Hazar? Ja. Steenige. Je hebt een en een Ja, een trefje van een dat heeft al gedragen dan? Ach, als het kan, gesigneerd, <laughs> hè, maar dat let ik even over. Maar gewoon een van een Maakt niet uit. Rode Duivels, uh, real and age. Maar goed, een trefje van een Ik fix een kindermaat en een misschien Geen enkel probleem. <laughs> maar dat ga ik niet. Of weet, ik heb zelf niks. Denk je, het volgende die episode dat ik dat heb. Maar wat moet ik doen voor jou? Weet je wat je moet doen voor mij? Hetzelfde als Brian. want keer dat je haar gaat ik wil mijn naam hier achter. <laughs> Oh. Nee, ik krijg een traadje van Hazard handen, je Ja, Waarschijnlijk niet, maar. Nee, nee. Maar nee maar ik... je ja. Als ze erop shaken, als ja, erop shaken wil gaan... ik het krijgen. Ja, maar, ja, het maar, niet, maar Je waarschijnlijk niet van ze gaan winnen, snap snapte je? Jullie je gaan verliezen. Tim, voel je dit? Ja. Uh. Sorry voor de micro. Tjieze. Gelukkig. Ik heb een softegooi ja, die de kapper moeten nee. tweede fanboy. Ik heb een tweede fanboy. Ace Brian. Oh, go, Willow. Oh, go, Willow. Moet we bij deze alweer afsluiten? Freddy, bedankt om te komen. Sarah, bedankt om te komen. Graag gedaan. Miriam bedankt om te komen. Graag <coughs> Nee, eerlijk, je was een uh, aangenomen gast. Ja, Fijn en, sluk, sluk. om je erbij te hebben. En uh, beste kijkers, luisteraars, bedankt om te luisteren. Ik ben Andy Kisema. K show. Zondag even eh, vergeet niet te volgen. De finale is om 6 uur. Uh, Duitsland wint sowieso tegen Engeland. Jammer. Maar uh, bij deze sluiten we het F.